Ja, niet Enschede, maar Goes wordt de thuishaven voor Roze Zaterdag 2023. Het Bulkenweg, Bulken Open Air dus ook. Geen Roze Zaterdag met hossende LHBTI'ers rond de Oude Kerk. Hoe moet dat worden met regenboogstad Enschede? Aan de lijn is Sander Alberts, een initiatiefnemer van die Enschedese Roze Zaterdag 2023. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Is een tegenvaller, lijkt me. Ja, zo'n ontzettende tegenvaller. We hebben afgelopen zaterdag ook wel een heel klein beetje gevloekt toen we hoorden dat we het niet werden. Maar we hebben het net geschouwd. Hoe kan dit nou? Want jullie hebben al zo'n mooi bidboek gemaakt. Ja, klopt. Bidboek was super. We hebben ook een presentatie gehouden van het bidboek die heel goed verlopen is. En ik denk ook niet zozeer dat het aan het bidboek ligt, maar dat ze ook gekeken hebben naar de regio en waar het hardst nodig is, denk ik. En bleek wel een beetje in de presentatie die ze gaven afgelopen zaterdag, dat wel heel erg meespeelt. Vertel eens, want dat zegt twee dingen, of het zegt mogelijk twee dingen. Eén is dat het in Enschede relatief goed gaat in opzichte van Goes, maar de tweede zegt dus dat het in Goes niet zo goed gaat. Ik denk dat het ten opzichte van Goes in Enschede wellicht iets beter gesteld staat. Ik heb natuurlijk niet echt direct vergelijkingsmateriaal, maar als je kijkt naar de partijen die daar ook allemaal meedenken, zeg maar, over onze zaterdag. En eigenlijk niet alle partijen waren direct enthousiast, wat ik begrepen heb in Goes. En dat hadden wij in Enschede wel. Dus daar zit wel een verschil in. En het is ook nog nooit in Zeeland geweest. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja, Enschede natuurlijk in 2004 is het een keer geweest, hè? Ja, en in 1987 ook al een keer. Dus we hebben het al twee keer mogen organiseren. En Goes nog nooit. Ja. Nou hadden we hier onlangs de twee uitbaarters van het Bulken. Die gaven aan in 2004 die Roze Zaterdag. Ja, dat was een groot feest, maar ook echt een betekenisvol feest voor Enschede. Is het nou, zeg maar, ja, wat betekent het voor Enschede dat die Roze Zaterdag nu in 2023 niet hier naartoe komt? Nou, het betekent natuurlijk heel veel voor de zichtbaarheid van de regenboogcommunity. Daar is dit een uitgelezen evenement voor om zichtbaar te zijn in de stad. Maar ook om de verbintenis te zoeken met verschillende partijen in Enschede. Dat zouden we ook gaan doen, zeg maar, op Roze Zaterdag en in de aanloop daar naartoe. Wil alleen niet zeggen dat we dat nu natuurlijk niet gaan doen. Hè, want we hebben allerlei leuke plannen gemaakt en er is een bidboek met allerlei initiatieven. Dat wil niet zeggen dat we dat niet gaan doen. De eerste mails en afspraken met Arjan die zijn alweer gemaakt. Dus het heeft zeker wel wat teweeg gebracht. De wethouder bedoel je, ja. Even over die verbinding en de verschillende initiatieven in Enschede gesproken. We hebben ook van een aantal LHBTI-clubs in Enschede gehoord dat ze helemaal niet betrokken zijn bij dat bidboek. Het Bulken bijvoorbeeld. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, we hebben een bidboek gemaakt, zeg maar. Dat is eigenlijk meer een biddoen naar het evenement. We hebben de invulling daarvan is bijvoorbeeld op de zaterdag of op de zondag heb je verschillende evenementen. Er worden ook verschillende podia moeten gevuld worden met DJ's of feesten. En die zouden benaderd gaan worden op het moment dat wij dat toegezegd zouden krijgen. Dus we hadden bijvoorbeeld ook Miauw, wat ook een queer party is in Enschede, die hadden we willen benaderen. Maar dat hebben we niet gedaan in het voorstadium, zeg maar. Dat zou stap 2 worden in de aanloop naar onze zaterdag toe. Oké, okay. Want dat zijn wel, je noemt dan twee clubs die wel een betekenisvolle rol hebben als het gaat om LHBTI en Enschede, toch? Ergens is het. Wij missen ze wel. Begrijp je dat? In het bidboek bedoel je? Ja. Maar in principe staan er verder nog geen inhoudelijke feesten en partijen die daarbij betrokken zouden worden. Zijn daar nog niet in opgenomen. Maar ik kan me voorstellen dat in het bid mist. Maar uiteindelijk gaat het dan om de uitvoering. Daar worden die partijen wel benaderd en gevraagd of zij daar natuurlijk een onderdeel van willen zijn. Dus daar dat zeker. Precies. Dus het was in de voorbereiding hebben zij ze niet meegenomen. Uiteindelijk zouden ze in de uitvoering zeker een rol hebben gespeeld. Ja. Misschien alsnog, Bulken dan even niet, want het gaat dicht. En daarmee hoorden wij van de uitbaarters Bulken Open Air ook min of meer tot een einde. Ja, wat blijft er dan nog over, Sander? Hoe gaan we dan zorgen dat Enschede die regenboogstad blijft? Ja, als je kijkt naar het aanbod van LHBTI-gelegenheden in Enschede, wordt dat natuurlijk heel klein. We hebben eigenlijk alleen Café Stonewall nog over wat dat betreft. Ik weet uit betrouwbare bron dat gewoon blijft bestaan. En dat Café Stonewall zich echt blijft inzetten voor de community. De spoeling wordt een beetje wat dunner in Enschede. Dus we gaan gewoon kijken of het met de regenboogdagen die we altijd gepland hebben in oktober,
Of we daar gewoon echt veel grotere evenementen van kunnen gaan maken. En wat we ook van plan waren is met bijvoorbeeld het LHBTI-monument in Enschede. Regenboogzebrapad. Echt voor de zichtbaarheid. Die zaken die worden ook wel gewoon verder opgepakt. Dus de afspraak met Arjan die staat al. Mm-hmm. Gaan we echt verder mee. Want we hebben zulke leuke initiatieven en samenwerkingsverbanden bedacht. Er zijn ook wel heel veel partijen die elkaar nu weer gevonden hebben. Dus we gaan daar gewoon mee verder. Zodat we zichtbaar blijven in de stad. En misschien meer initiatieven gaan ontstaan. Duidelijk verhaal, Sander. Nou duurt het nog even 2023. Maar tot slot, ga jij zelf naar Goes? Ik ga sowieso naar Goes, ja, zeker. Ik wil wel even kijken wat zij ervan gemaakt hebben natuurlijk. En het zal zeker ongetwijfeld een heel mooi feest worden in Goes. Of het terecht was dat ze hem gewonnen hebben? Nou, dat niet. Sowieso waren wij de beste. Maar ik denk dat we gewoon gekozen hebben voor... ze hebben gewoon gekozen voor die regio. Wij hebben het al 2 keer gedaan, dus... Sander Albertsen, initiatiefnemer voor Roze Zaterdag 2023. Moet voor nu nog even zijn wonden likken. Maar wie weet, volgende keer beter, Sander. Ja, dankjewel. We gaan ervoor. Dankjewel. Oké. Fijne middag. Tot zover 1 Twente vandaag.